In het afgelopen jaar heeft China zich al eerst de grote economie van de pandemie hersteld en neemt het nu het voortouw bij de normalisering van zijn beleid. De kredietimpuls, de verandering in de hoeveelheid krediet in de economie en een goede barometer voor de algemene beleidskoers van Peking steeg vorig jaar dankzij de beleidssteun tijdens de COVID-crisis, maar is de laatste tijd weer gedaald. Als gevolg zal zowel de interne als de op buitenlandse goederen gerichte vraag van in China in de komende maand waarschijnlijk matigen. Nu het beleid van China veel eerder is genormaliseerd dan dat van zijn tegenhanger in de wereld, is de rente op lokaal staatsobligatie terug op het niveau van voor de crisis. De aantrekkelijke rente- en diversificatie-eigenschappen van Chinese obligatie lijken een aantrekkelijke mogelijkheid voor wie op zoek is naar rendement en portefeuillebalast in een wereld van lage obligatierente.